Met onze wet BNW willen we eigenlijk de impasse waar Nederland sinds de moord op Fortuyn in zit, doorbreken. De gevestigde partijen die willen de integratieproblemen gewoon toch niet benoemen, willen het niet zien, die kijken weg. Daarnaast hebben we Wilders, die wil de Koran verbieden, alle scholen sluiten enzovoorts. Dat gaat ook niet werken. Dus we zijn ontzettend hard op zoek met z'n allen naar wat is nou onze gemeenschappelijke startpunt van waarde? Waar kunnen we het over eens worden? Wat is de stip aan de horizon? En dat is wat onze wet BNW biedt. Dit is ontzettend belangrijk omdat dit het uitgangspunt is van de liberale vrije samenleving die Nederland is. Dus Nederlandse wet gaat boven religieuze teksten. Je moet alles kunnen bekritiseren, ridiculiseren of analyseren. Je moet van je geloof kunnen afvallen of een andere interpretatie eraan kunnen geven. Gelijkheid van mannen en vrouwen en geen dwang bij partnerkeuze. Nou, als je die 5 uitgangspunten onderschrijft, dan hoor je er helemaal bij, kun je doen wat je wil. Maar doe je dat niet, dan is het ook einde oefening. We denken dat wij het ei van Columbus hebben uitgevonden. Het is gewoon een heel simpel idee waar nog niemand eerder op is gekomen. Dus Forum voor Democratie moet de Kamer in komen. Dan kunnen we dit ook daadwerkelijk realiseren.